in finaleplek, dat is zeker, zeker het doel. En om dat doel te bereiken gooit Koster begin dit jaar het roer drastisch om. Na 14 jaar stopt Koster bij haar coach en gaat trainen in Engeland onder leiding van de Britse bondscoach Rob Denmark. Ja, ik heb heel erg naar mijn zin. Ik heb met de coach een goede klik, met de meiden ook. Ik merk nu pas verschil tussen alleen trainen en samen trainen. Het is ten eerste veel leuker, maar je bent ook in staat om beter te pushen en je motiveert elkaar enorm. En ook gewoon een coach die erbij is op trainingkampen en op alle toernooien. Dat is eigenlijk gewoon wat je nodig hebt. Dus ik ben heel blij met die keuze, ja. En dat kon niet in Nederland? Nee, omdat mijn oom en coach hebben samen ook een familiebedrijf, een boomkwekerij. Dus hij kon ook niet altijd mee op stages en ook niet naar toernooien. Naast andere type trainingen is misschien wel de belangrijkste verandering dat Koster nu een coach heeft die er heel stevig bovenop zit. Ja, Rob zeg maar neemt meer de leiding en ik ben gewoon een atleet die uitvoert. Ik bedoel niet dat ik niets te zeggen heb, maar voorheen was het toch wel anders. En ik ben wel blij dat ik nu iemand heb die gewoon voor heel het jaar al alle plannen maakt, alle trainingstages, alle wedstrijden. En als ik ergens een wedstrijd wil lopen en hij zegt nee, dat vind ik geen goed idee, dan gebeurt het ook gewoon niet. Dus maar dat is ook iets goeds, ja. Het moeten de tweede Olympische Spelen gaan worden waar Koster aan deelneemt. In 2016 stond Koster overtraind aan de start en overleefde de series niet. Het verkassen naar Engeland moet zich uiteindelijk gaan uitbetalen in een plek in de finale van de 5 kilometer op de Olympische Spelen.